Hi, ik ben Ferdinand en vandaag unbox ik een scheerapparaat. Ja, iets wat ik normaal gesproken niet doe, maar vandaag een uitzonderingetje. Het is de Philips 7000 series, scheerapparaat voor je gezicht. Zelfs geschikt voor een beetje zware baardgroei. Zoals, wat een mooie leeftijd. En natuurlijk kun je hem ook gebruiken met en zonder scheerschuim en onder de douche. Dus dat is heel relaxed. En ruim 60 minuten accuduur. Scheer jij wel eens 60 minuten achter elkaar? Nee, maar ja goed, dan kun je toch een paar keer in ieder geval scheren zonder hem op te laden. Stel je gaat op vakantie, je wil je elke dag kunnen scheren. Dan kan je dus 2 weken lang op vakantie zonder de oplader dus eigenlijk niet mee te nemen. Snap je? Dus 60 minuten. Oké, daar gaan we. Ik heb een schaarsje nodig. Oké, wat hebben we hier? Boekjes natuurlijk. Reisetui. Oh, wauw, dit voelt heel bizar. Nou, ik vind het wel een mooi ding. Netjes. Nou, we hebben hier natuurlijk gewoon de oplader. Dit zal de stand zijn. Dus dit is, oh ja, kijk. Als je die dan hierin doet. Hoppakee. Dan kan je het apparaat gewoon hierin steken en dan laat hij op. Nou, mocht je scheerapparaat nou vol met haren zitten, dan kan je dat met dit borsteltje natuurlijk schoonmaken. Oh, en er zit natuurlijk ook nog. Ja, hiermee kun je trimmen. Ik denk dat jij deze moet gebruiken. Ja. Deze is voor jou. Wat hebben we nog meer? Nog een station. Ik denk dat dit voor het reinigen is. En daar kan je dan, kijk, want dit is... Daar kan je dan water in doen. Of je doet deze erin. En dit is dan ook... Spannend. Ik weet niet, moet ik dit nou niet op mijn handen laten vallen dan? Gaat het dan branden? Brandt het dan weg? Hij is gewoon dicht, niks aan de hand. Maar goed, maak je dan open. Ik denk dat je hem er zo in kan leggen. Zet je deze er gewoon in, slurpt hij het op. En dit is 10 keer efficiënter dan wanneer je gewoon water gebruikt. We gaan hem even open doen. Oeh, dit ruikt lekker. Nee, maar echt? Dit ruikt echt mannelijk. Dit ruikt nee, nou god die. Nee. Hier, check. Ruik even. Oh ja, dit ruikt gewoon alsof een soort shampoo. Ja, voor men een soort van aftershave. Dus alles in één, zeg maar. Hey, en dan de main act, jongens. Het scheerapparaat zelf. Bam. Ik vind dit ook wel heel tof. Het ziet er echt heel mooi uit, ja. En kijk, mijn baardgroei is niks, hè. Ik eet 2 keer per week heb ik het nodig. Misschien zelfs 1 keer per week als ik niet zo heel veel afspraken of werk heb. Maar toch is het vet om dan zo'n vet ding te hebben in je badkamer. Gewoon die kleuren, dat scherpje. Check. Allemaal logo's ook, hè? Dingetjes. Oh ja. Oh, dat is echt luxe. Ja, en als je hem in dat standje zet, dan staat hij natuurlijk ook gewoon mooi. Check dit, man. Netjes. Staat op je te wachten. Echt, hè? Dan zou je toch elke dag mee willen scheren. Ik vind het echt stoer eruit zien. Ik vind het echt mooi. Maar goed, en fijn. Hey, 360 graden kop, draaiende kop. Kan dus naar alle kanten. Heel flexibel. En elke kring, zeg maar, elke ring van de scheerkop, die kan dus ook weer bewegen. Dus dan kan je dus over alle contouren van je gezicht kan je dus scheren. Ik zie mezelf dit al helemaal doen, jongens. Ik kan me even aanzetten. Schijnbaar had ik nog haar, want ik hoor hem wel snijden. Hé, hey, dit is fijn, man. Zo, over je kin. Dan zet je je kin in het midden van dat ding. Alright. Hier heb ik nog haar. Nou, hier is wel redelijk weg, eigenlijk. Hier ben ik smooth boy. En hier ben ik nog harig. Shit werkt. Oké, maar goed. Fijn. Hij heeft ook een trimmer, dus wanneer je dus bezig bent met je gezicht, ja, ik kom nooit hier zo, zeg maar, bij mijn bakkenbaarden. Maar dan heb je deze dus, die gaat waarschijnlijk aan dat ik hem ook gewoon aanzet. Kijk, dus zo. Hoppakee. Kapsel omver het gewoon. Strak. Ja toch, kijk, strakker dan de andere kant. Ja. Dus die trimmer, die werkt ook wel lekker. Die zit er altijd gewoon bij, dat is wel heel relaxed. Even kijken. Oké, dus het is een scheerapparaat met een app. En in de app kun je dus zien dat hij nog 2% accu heeft. Ik kan nog 4 minuten scheren. En dat ik 13% de juiste beweging maak met scheren. Zet scheerapparaat aan om te beginnen. En dan?
Moet ik zo scheren, zo. In cirkeltjes. Oh ja, 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 want kijk, hij wordt ook groen. En stel, ik ga recht. Oh ja, dan gaat hij heel gauw weg uit het groene gedeelte, ja. Het motiveert me wel om te blijven scheren zoals het moet. Ja. Bij deze. Hoppakee. Ping! We hebben een winnaar. Oké, dus dit is dan even oefenen, hoe dat moet. En blijkbaar scheer je dan het beste, hè? Het is net als wax in, wax out. Ja, toch? Zo. Ik moet hem nu schoonmaken, zegt hij. Oké. Okay. Dan gaan we, denk ik, hè? Dat was het. Oh, hier. Nee. 5%. Ik kan het hier zien. En hij heeft geen stroom nodig, hè? Wel luxe. 35%. Dat gaat best snel. Goed gedaan. Reiniging voltooid. Haar verwijderd. Messen gesmeerd. Frisse geur. Oh, dit ruikt goed hoor, jongens. Hé, hey, Philip zou er iets mee moeten doen, man. Die zou er gewoon een eigen lijn moeten doen. Met douchegel. Gewoon een heel pakket. Ja, douchegel en deodorant. Ik vind het echt lekker ruiken, maar goed. Tipje voor mij, voor jou, Philips. Oh, je hebt deze nog. Dit is natuurlijk om te trimmen. Iets voor jou. Mag jij straks gaan proberen, want ik heb het ook met scheren gedaan. Dus deze haal je er gewoon vanaf. Ik denk overigens in een draaibeweging, maar dit ging ook goed. En dan zet je deze erop. Hoppakee. En dan kun je dus trimmen, dus als je wat meer baard hebt. En dan kun je met deze kun je dan de lengte bepalen. Dus, hier ga je. Het is niet coronaproof, denk ik. Het is niet coronaproof, dat is waar. Oké, komt hij goed mee weg. Ja, je kan je kapseltje even bij. Ik ga mijn kapsel nu niet, zeker niet. Nee. We houden het hierbij, jongens, we houden het hierbij. Dus nou, dit zit er allemaal in de doos. We hebben een rijzetje, die kan je makkelijk meenemen. En dan kun je en trimmen en scheren met deze. En met de app, ja, die houdt je eigenlijk op de hoogte van hoe de stand van zaken zijn met het scheerapparaat. Dus dat. Tot de volgende unboxing. Hoi.